Ministers en DNA-leden hoeven niet uit te kijken naar een salarisverhoging. De looncorrectie van het ambtenarenapparaat heeft meer als doel om de lagere inkomens tegemoet te komen, zodat ze beter bestand zijn tegen de economische crisis. Dat zei president Desi Bouterse gisteren op een persconferentie na zijn aankomst uit Cuba. Hij vindt dat ministers en DNA-leden al riant leven en de looncorrectie dus niet nodig hebben. Ik vind, ik heb het nog niet met de minister besproken, ik vind dat wanneer we een andere weg hebben ingeslagen, wanneer we een weg van het anders doen hebben ingeslagen, wanneer we een weg van solidariteit hebben ingeslagen met de meest behoeftigen, dan op dit soort momenten ga je dan je solidariteit tentoon moeten spreiden. Want je hebt in de afgelopen periode toch wel vrij riant kunnen leven als minister, dan wel DNA-lid. Als je vergelijkt met een schoonmaakster van 1100 gulden, waarvan de kinderen 2 bussen moeten pakken voordat ze naar school gaan, leef je vrij riant. En dit komt je wel toe, conform de regeling. Maar dat pad wat wij hebben ingeslagen, moet ons toch onderscheiden van de anderen daarvoor. Dus we moeten samen met de regering kijken wat wij hier aan kunnen doen. En dat was president Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie na zijn aankomst uit Cuba. Hij gaf aan dat hij de verhoogde salarissen van de regeringsleden zal bevriezen. Deze verhoging is een uitvloeisel van de salarisverhoging die is toegekend aan de ambtenaren.